onderwerp uit de Bollenstreek, met name voor de sector speler in Europa. Gewasbeschermingsmiddelen speelt heel erg. Dus of middel toegelaten wordt, ja of nee. Nieuwe vormen van veredeling, dus eigenlijk nieuwe innovaties in klassieke veredeling. Heel belangrijk dat dat toegelaten wordt en niet geblokkeerd. En recent, moet ik toch wel zeggen, had ik een groot succes dat plantvariëteiten niet gepatenteerd konden worden. Maar dat het kwekersrecht geldt en dat eigenlijk iedereen ermee verder kan veredelen. Voor de Nederlandse veredelingssector een hele belangrijke doorbraak. Ja, want u gaf een boodschap af, hè, voor die veredeling. Dat kan een groot risico zijn voor de sector in Nederland. Nou, als wij bepaalde technieken niet in de Europese Unie kunnen gaan gebruiken, maar de rest van de wereld gebruikt het wel, ja, dan zullen zij daar de voordelen van nutten en ook een concurrentievoordeel hebben. En ben ik ook heel erg bang dat heel veel onderzoek die we in Nederland hebben, ja, dat die gewoon verdwijnt naar buiten de Europese Unie, waar ze dat onderzoek wel mogen doen. Over de duurzaamheid gesproken, er zit gewoon de laatste boer uit Hillegom zit in de zaal. Het gaat natuurlijk altijd weer over mest, het is een biologische boer. En hij is eigenlijk in nood en wil u hulp, maar die hulp kunt u niet echt bieden. Dat lijkt me moeilijk. Nee, dat klopt. Soms moet je ook zeggen van ja, de regels zijn nu de regels die op een democratische manier nu zijn vastgelegd. Ik heb hem wel duidelijk gemaakt dat als we daar eerder mee hadden begonnen, dat heel veel leed was voorkomen. En dat ik ook vind dat voor de toekomst er een ander mestbeleid moet komen. U bent zelf iemand uit de sector, want u bent parttime boer en parttime Europarlementariër. Hoe vindt u het dan om hier zo'n bedrijf in de Bollenstreek te zien? Ja, geweldig. En wat ik eigenlijk al mee begon, is dat zo'n bedrijf echt laat zien hoe ongelooflijk innovatief de Nederlandse agrarische sector is. Op technologische zaken, robots en dat soort dingen. Maar misschien nog wel veel belangrijk, op echte biologische innovaties is Nederland ook heel erg ver. Dus Nederland heeft wat dat betreft een goede positie in Europa wat betreft innovatie? En niet alleen in Europa, in de hele wereld. De kennis en kunde en innovaties die in Nederland bedacht zijn, worden over de hele wereld gebruikt. En die worden gebruikt om overal goed voedsel te produceren met een lagere milieu-impact. Dus dat moeten we ook in de Bollenstreek koesteren? Absoluut. En ik waarschuw er echt voor dat als we hier geen boeren en tuinders meer hebben in Nederland, gaat alle kennis ook verloren. En heeft dat ook een heel grote invloed op de wereld. En zal de wereld een klein stukje slechter uitkomen te zien.